financiële malaise, regen en wind, de spelers van Sportclub Veendam blijven er positief onder. Toch knaagt het wel degelijk dat er binnenkort misschien geen salarissen meer kunnen worden betaald. Ja, dat speelt er wel in mijn achterhoofd natuurlijk mee. Kijk, ik heb een kleine thuis en die moet ook gewoon eten. En dat is natuurlijk ook wel een beetje kloten. Maar ja, ik probeer positief te blijven en een beetje te hopen en te bidden voor een goede afloop. En er kan nog van alles gebeuren. Ik heb gehoord dat dit vaker is gebeurd en en de club bestaat nog steeds. Dus waarom nu niet? Iemand die het al jaren achter elkaar heeft meegemaakt is aanvoerder Angelo Seintje. Hij wil zich er niet meer over opwinden. Het haalt je iets wat uit je focus, maar we zijn het onderhand wel gewend. Komt jaar op jaar. Ik wil me er eigenlijk niet meer druk om maken, want ik ben het wel een beetje zat wat dat betreft. De trainer denkt dat de financiële perikelen weinig effect zullen hebben op de wedstrijd van morgen. Ik denk wel dat deze groep zover is dat ze op het veld de knop omzetten. Want zo trainen ze ook en zo hebben ze ook gespeeld vorige week in de oefenwedstrijd. En zo verwacht ik ze ook morgenavond in het veld. Sidney Schmelz is het met zijn trainer eens. Ondanks dat hij morgen op de bank zit, is hij wel degelijk positief. Komt ook helemaal goed. We gaan er met de volle 100% overtuiging in en we gaan gewoon knallen morgen.